leuk dat jullie weer kijken. Als het goed is, heb je les 12 nu achter de rug en weet je hoe je het gemiddelde moet berekenen en zit die formule in je hoofd. En hopelijk weet je ook wat het gemiddelde nu inhoudt. Dat mijn haar nu gemiddeld bijvoorbeeld langer is dan normaal, omdat ik om de 5 à 6 weken naar de kapper kan en nu opeens niet meer om de 5 of 6 weken kan. Het gemiddelde van mijn filmpjes qua lengte is ongeveer 10 à 12 minuten. De vorige was 7 minuten, maar de langste is ook al 20 minuten geweest. Dus daar middenin zit 10 tot 12 minuten. Gemiddeld heb ik ongeveer 93 views per filmpje. Dus 559 in totaal toen ik keek. Gedeeld door 6 filmpjes is 93 views. En hopelijk werken jullie niet langer dan 2 uur aan je huiswerk elke dag. Maar de ene keer kan het een uur zijn en de andere keer kan het weer 3 uur zijn. Dus kom je uiteindelijk weer gemiddeld op 2 uur uit. Hey, les 13. Les 13 gaat verder met het gemiddelde. Je hebt als goed is je in de les al nagekeken. En je krijgt van mij een korte uitleg over de sommen die gaan komen. En met name som 4, 5 en som 9. Daar ga ik even bij stilstaan. En natuurlijk doen we de som die samen op het papier staat ook even samen. Nou, daarnaast de verlengde instructie voor som 9, de verdiepingssom. En dan is het filmpje alweer voorbij. Zet hem op. Les 13. Je kunt het gemiddelde uitrekenen van een aantal getallen met behulp van de formule. Gisteren waren de getallen nog redelijk behapbaar. Het waren er niet zoveel. Nu worden de getallen groter. Laten we eens kijken naar de uitleg. Het gemiddelde cijfer is, nou, je ziet hier staan, cijfers die behaald zijn voor het rekenen. Er is een 6 gehaald, er is een 7 gehaald en er is een 8 gehaald. Maar hoeveel keer? Hey, dit is een nieuw woord. Geturfd. Turven betekent dat je bijhoudt hoe vaak iets gebeurt. Cijfers voor rekenen, dat zijn er dus 2 geweest. Dus er zijn 2 kinderen die hebben een 6 gehaald. Er zijn 2 kinderen die hebben een 7 gehaald. En er zijn 2 kinderen die hebben een 8 gehaald. Nou, voor het gemiddelde, laat ik de formule nog even opschrijven. Het gemiddelde bereken je door het totaal te delen door het aantal. Nou, nu gaan we het totaal berekenen, het totaal van cijfers. 2 keer 6 is 12, 2 keer 7 is 14 en 2 keer 8 is 16. Eigenlijk heeft het boek het op dezelfde manier gedaan, alleen hebben zij er een plussom van gemaakt. Een keersom is iets korter, jullie kennen de tafels, dus dat moet geen probleem geven. Nou, het totaal moeten we bij elkaar optellen. 6 plus 4 is 10, plus 2 is 12, 2 opschrijven en 10 op. Tiental onthouden, 1, 2, 3, 4, 42. Hoeveel is nou het aantal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gedeeld door 6. Dus er waren 6 kinderen die deze toets gemaakt hadden. 42 gedeeld door 6 is een 7. 7 gemiddeld kon je ook wel een beetje voorspellen. Het middelste getal. En omdat ze allemaal omdat er overal 2 van zijn, is het logisch dat 7 gemiddeld gehaald is. Som 1 gaan we even samen doen. Dus ik wil dat je pen en papier pakt en meeschrijft. Meerekenen, doe wat ik doe. Nogmaals, cijfers. Het gemiddelde gaat vaak over cijfers. Als jullie een rapport krijgen, krijgen jullie ook overal gemiddelden voor. Cijferstaal. 1 4 gehaald, 5 5'en en 4 6'en. Hey. Op deze manier turf je 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan begin je weer een nieuwe. 1, 2, 3, 4, 5. Zo ontstaat er, staan er stappen van 5. Dat is handig.
want dan kun je snel tellen. Nou, als ik dit zo kijk, dan denk ik dat het gemiddelde ergens rond die 5 uit moet komen. Hoeveel het precies gaat zijn, weten we nog niet, dat moeten we uitrekenen. Er is 1 keer een 4 gehaald. 1 keer 4. Er is 5 keer een 5 gehaald. Er is 4 keer een 6 gehaald. 1 keer 4 is 4. 5 keer 5 is 25. En 4 keer 6 is 24. Tel ze bij elkaar op, dan komen we erachter wat het totaal is. 5 plus 4 is 9. Plus 4 is 13. 3 opschrijven. 1 onthouden. 1 plus 2 is 3. Plus 2 is 5. Komen we op een totaal van 53. Maar wat is nu het aantal? Hier staat het al. Aantal keer geturfd. We moeten turfjes tellen. Streepjes. Nou, die 1 bij die 4 opgeteld is 5. Samen geeft dat 10. 53 gedeeld door 10, komma verschuiven, wordt 5,3. Nu de cijfers voor topografie. 1 keer een 4. Ga jij eens verder. Waar denk jij dat het gemiddelde op uit gaat komen? Reken de totalen maar uit. Bereken nu eens het totaal. Plus 6 is 10, plus 2 is 12. 2 opschrijven, 1 onthouden. 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 4. 42. Het totaal is 42. Het aantal is 1 plus 2 is 3, plus 2 is 5, plus 1 is 6. 42 gedeeld door 6. Jullie kennen de tafels. Het gemiddelde cijfer is een 7. Lag dat dicht bij je schatting? Als je denkt dat je het nu kan, als je kijkt naar die sommen die je nu volgen en je denkt van dit lukt mij wel, dan ga je nu verder. Je maakt namelijk som 1 tot en met 9. Je werkt weer in je werkschrift. Je schrijft alle berekeningen op. Straks volgt een verlengde instructie voor som 4, som 5 en som 9. Heb je vragen, dan weet je hoe je ze moet stellen. Som 4. Bas maakt een aantal toetsen voor taal. Hij haalt verschillende cijfers. Een 6, een 9, een 8, een 5 en een 6. Die T staat voor toets. Soms kan het dat het een grote toets is en dan telt hij bijvoorbeeld 2 keer mee. En soms is het zo'n grote toets, misschien een afsluitende toets, dat hij voor 3 keer meetelt. Nu gaan we op dezelfde manier rekenen als de voorgaande som. Je gaat het totaal berekenen. Schrijf maar op. Reken zelf maar verder. Als je alle sommen hebt opgelost, tel je de antwoorden bij elkaar op. Het antwoord deel je dan door het aantal. Maar hoeveel is het aantal? Heel goed, het aantal staat in deze rij. Eén plus twee is drie, plus twee is vijf. En ga zo maar door. Als het goed is, weet je nu wat het aantal is. Som B
gaat op precies dezelfde manier. Lisette, die heeft namelijk andere cijfers gehaald. Vul haar cijfers maar eens hierin. Er verandert niets aan het aantal keer. Voor 2, 3 en 6. Enzovoort. Succes. Som 5. In een kiosk worden broodjes verkocht. Elk uur wordt het aantal verkochte broodjes geteld. Hoeveel broodjes worden er 's morgens gemiddeld in een uur verkocht? Nou, om hoeveel uur gaat het eigenlijk? Van 7 tot 8 is een uur, van 8 tot 9 is een uur, van 9 tot 10 is een uur en van 10 tot 11 is een uur. Hoeveel uur is dat in totaal? Als je dit uitgerekend hebt, of geteld hebt, dan weet je wat het aantal is. In de onderste rij, de turfjes, daarin staat wat het totaal is. Dus je doet het totaal gedeeld door het aantal uren en dan weet je hoeveel het gemiddeld per uur is. Doe dit ook bij som B. Som 9. Schrijf je berekening op. Lotte heeft toetsen voorspelling gedaan. Haar cijfers waren een 7, een 6, een 9, een 7. Maar Lotte krijgt nog één toets. Welk cijfer moet ze halen om gemiddeld precies een 7 te hebben? Nou, als zij overal een 7 op had gehaald, dan was haar gemiddelde ook een 7 geweest. Dus dan had ze 5 keer een 7 gehaald. Dus het totaal is 5 keer 7. Jij weet het antwoord daarop. Maar wat is dan het totaal van deze 4 cijfers? En hoeveel moet daar nog bij voor het laatste cijfer om dit totaal te krijgen? Probeer het maar eens.